Een kraai die pap kookt. Een pink die brandhout haalt. Een ringvinger die een fikkie steekt. En een middelvinger die water haalt. Dat en meer vandaag in VingerTV. Mijn naam is Likkepot. Ik ben Langelot. En dit is VingerTV. Vingers! Tsaren, wodka, bontmutsen en samovars. Dan hebben we het natuurlijk over Rusland. Een van de grootste landen ter wereld. Met een van de langste vingerversjes die er bestaan. Lang, maar fascinerend. Kijk mee en probeer met ons te begrijpen waar dit vingerversje over gaat. Сорока ворона кашку варила, дето кормила. Dat is volgens mij een ekster. Het zou ook een kraai kunnen zijn. Это мудала, он дрова рубил. Это мудала, он печку топил. Zijn zij nou een vuurtje aan het stoken? Это мудала, он воду носил. Ik heb het gevoel van wel en waarschijnlijk gaat die pot erop om pap te maken. Это мудала, он кашку варил. А этому ничего не дала. Он лежал на печи и кричал: где моя большая ложка? Maar die duim zit zo te zien lekker binnen, met een slaapmuts op. Kan jij hier pap van maken? Het is een soort Russische pap die ze maken. Ik bedoel, kan jij er pap van maken? Snap jij er nog iets van? Ik versta geen Russisch. En ik ook niet. Ik wel. Precies. Dit is Ivar, onze Rusland-deskundige. Tevens Rusland-kenner. En ook Rusland-expert, heb ik mij laten vertellen. Dat klopt. Zou jij het versje willen vertalen? Dan kijken we er gewoon nog één keer naar. Prima, begin het filmpje maar. De kraai kookte pap. Maakte eten voor de kinderen. Zie je, het is dus toch een kraai. Ze gaf wat aan deze, want die had brandhout gehaald. En de kraai bemoeit zich er ook echt mee, zo te zien. Ze gaf wat aan deze, want die had het vuur aangemaakt. Voor zover je kan helpen, als je veren hebt in plaats van vingers. Ze gaf wat aan deze, want die had het water gehaald. Ze gaf wat aan deze, want die had de pap geroerd. Maar hij kreeg niets. Hij had op de ovenbank gelegen en geschreeuwd: waar is mijn grote lepel? Maar die duim is wat je noemt een verwend nest. Ja, Ivar, wat zien we nou precies? Vier vingers die hun stinkende best doen om aangemoedigd door een kraai pap te koken onder erbarmelijke omstandigheden. Ja, want het ziet er beslist fris uit. Dat mag je wel zeggen, Langelot. En daarom zit die dikke duim ook binnen op de kachelbank. Een kachelbank, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat is een grote houtkachel die midden in de kamer staat, met daarbovenop een bed. En dat kan zomaar, Ivar? In Rusland is dat de normaalste zaak van de wereld. Fascinerend, zo'n andere cultuur. Dat zal wel, Ivar, maar ik ben vooral reuze benieuwd hoe dit verder afloopt. Laten we maar eens gaan kijken. Сорока ворона кашку варила, дето кормила. Этому дала, он дрова рубил. Этому дала, он печку топил.
water moet dala. Он воду носил. Этому дала, он кашку варил. А этому ничего не дала. Он лежал на печи и кричал: где моя большая ложка? Dat laatste zou ik nog wel een keer in de herhaling willen zien. Die duim staat uiteindelijk mooi in de kou, terwijl de rest binnen aan de pap zit. Hij heeft het er natuurlijk zelf naar gemaakt. Je mag er in ieder geval van uitgaan dat hij zijn lesje wel geleerd heeft. Een les die denk ik voor ons allemaal geldt. Als je niet meehelpt met het maken van de pap, moet je niet gek opkijken als je er niet van mee mag eten. Bedankt Igor voor je komst naar de studio. Ik heet Ivar. Sorry, Ivar, bedankt voor je komst naar de studio. Tja, mijn naam is nog steeds Langelot. En ik ben Likkepot. Dit was Vinger TV. Bedankt voor het kijken. Vingers.